Ik ben terug van vakantie, yay! En ik kan weer op een SSO, daar ben ik echt blij mee. Dus ja, naar een let's play dat ik weer terug ben. En om dat te vieren ga ik natuurlijk een nieuw paard kopen, maar dat doe ik als de vrienden die mee wouden online zijn, want er is nu niemand online, nou ja, die wel mee wou dus. Ik weet ook niet welke van de drie. En toen ik op vakantie was, toen heeft Brittany ook 2 keer stal op gedaan, omdat ze toen niet kon verzorgen. Dus vandaar dat ik precies 1100 heb, niet dat ik het heb gekocht of zo. En ja, volgens mij is de chat ook een beetje veranderd van dat chatscherm. Chatscherm, ja. En hetgene wat ik nu ga doen is vooral missies doen. Die ik gemist heb van de vorige 2 updates. Dus ik ga eerst nog naar Fort Pinta. Zo. Mijn paarden verzorgen doe ik later wel. Want met deze missies krijg ik toch ook weer geld. Dus ja, dat maakt niet heel, heel veel uit. Of ik het nu doe of later. Duurt lang, duurt lang, duurt lang. Oké. Ja, nee, wacht, hij neemt op. Anders heb ik niet zoveel lek. Oké, nou gaan we iets anders doen. Nee, weet ik niet wat. De chat hier, dit is ook veranderd, volgens mij. Of dat ligt aan mij, omdat ik gewoon de hele tijd weg ben of zo. Volgens mij is dat wel echt veranderd. Dus ja. Yay, al mijn paarden zijn level 15, dus het wordt echt tijd voor een nieuw paardje. En volgens mij zijn jullie ook echt blij dat ik terug ben. Ben ik zelf ook. Kan ik op SO eindelijk. Al die updates en ik kon ze niet doen. Dat was echt super stom. Super naaiend ook. Gaan ze echt lange missies doen als ik op vakantie. Oké, ik ga zo mijn gerbe ophalen, heb ik gehoord. Dus vandaar dat ik even stopte met filmen. Dus ik ga het gewoon aan elkaar plakken. Dus het wordt gewoon een let's play voor jullie. Maar ik ga zo even mijn gerbe ophalen. Als mijn opa thuis is dan, tenminste. Oké, even kijken. Wow, een supercoole outfit heb jij, meid. Ik vind het helemaal geweldig. Ben je vaak op het strand? Ik heb je hier nog nooit gezien. Ik werk hier meestal in de zomer. De rest van het jaar studeer ik in de grote stad Jorvik City. Waar kom je eigenlijk vandaan? Mijn interesse is gewekt. Jij lijkt mij in ieder geval een cool persoon. Dat zal ik je leren hoe je kunt leven zonder stress, zoals ik al jaren doe. Oh ja, het is natuurlijk wel beleefd om mezelf even voor te stellen. Ik heet Tim Hooper. Tim Hooper. Ik ben het gezicht wat... Ik ben het gezicht wat je in de toekomst op een melkpak kunt terugvinden. Ja. Oh, door die typfouten ga ik helemaal door de war. Je snapt natuurlijk wel dat ik surfprofessional of artiest word. Ik weet niet precies wat mijn roeping is, maar ik weet zeker dat het een succes gaat worden. Wat ik ook ga doen. Maar doe al mijn gepraat heb ik vergeten op te vragen wie jij bent en hoe je coole paard heet. Vraag bij Tim. Dit vind ik ook cool. Star Symbol logo door. Ik ga niet lezen. Ik zie niet. Te lui voor. Oh, er is genoeg te doen. Oké. Alle vieze handdoeken oprapen. Even kijken. Kijk, ze zijn aan het dansen. Dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ah! Daar maar de missies doen, hè? Ja. Het is niet anders. Oh, daar ligt er wel een. Ik word waarschijnlijk zo geroepen, dus dan stop ik even met filmen. En dan. Als ik terug ben, ga ik weer filmen. Maar dan plak ik het gewoon aan elkaar. Plak ik het gewoon aan elkaar. En dan merken jullie er niks van. Dus ja. Maar ik ben dus naar Duitsland geweest. Ja. Naar Legbroek aan Zee. Aan Zee. Ja. En het was er wel leuk en zo. En vooral warm. Dat vooral. Echt warm. Niet zomaar warm, maar gewoon. 40 graden en zo. En dat is echt super warm. Dus ja. We hebben maar één. Eigenlijk hebben we 2 weken echt dat het super heet was. De eerste en de laatste week. En die week daartussenin was dat koeler, dus dan. Ja, kun je ook wat meer dingen doen en zo. Die hitte wil je echt niet veel doen. Dus ja.
Oh, vouwde handdoeken. Oké. Dan gaan wij dat doen. Laten we de handdoeken vouwen. Vouw. Vouwen, vouwen. Ik had er net 7 gepakt en nu zijn het er maar 5. Logisch. Ik ga niet meedoen met Sam. Dat red ik toch niet als ik zo goed word. En ik heb genoeg missies te doen. Dus ja. Wap. Leg het gewoon aan de handdoeken op het strand en praat daarna verder met Tim. Zo. Hier eentje. Daar eentje. Daar nog één. Waar nog meer? Hier. Doe. Help. Daar moet je handdoek neerleggen. Waarom moet ik die zo'n handdoek doen? Gaan we weer. Yay. Wow, ik vloog de licht in. Grappig. Grappig, grappig, grappig. Nou. Oh, kan ik weer niet. Ah, mijn paard is stom. Deze krijg je straks ook als dagelijks gezien. Even kijken. Oh, wat gebeurt er? Het meest vieze drankje dat ik ooit heb gedronken. Het lijkt op dat mijn buik binnen zijn buitjes gekeerd. Alles begint langzaam te verdwijnen. Oeh. Eng. Ja, ik ben een beetje. Wat heb jij nou in mijn buik gedaan? Stout het in. Nu naar. Pinda, pinda, pinda. Let's go. Ben zo blij dat ik terug ben. Ik heb Stars hebben wel gemist. Ja, ik weet het, ik ben verslaafd. En oh ja, ik heb eigenlijk, ik had dus internet wel op de camping, alleen internet was niet goed genoeg voor Star Stable. Maar ja, ik heb dus bijgehouden hoeveel WhatsApp-berichtjes ik had gekregen als ik geen internet had daar. En wat zijn er nu over de 10.000? Echt, wauw. Ongelooflijk. Meer dan 10.000 berichtjes als ik geen internet had gehad op de camping. Komt vooral omdat ik dan in groepen zit en dan krijg je nogal wel veel berichtjes. Dus ja, dan heb je dat wel, ja. Krijg je dat? Wow. De spullen neergezet. Yay, ik heb de spullen neergezet. Ik wil XP. Give me XP. Hop. Oh jee, dan kan ik disco. Dan kan ik lekker cool dansen. Moet ik weer afstappen. Ik ben te lui voor. Zegt. Oh, die moet dan weer met die zeker. Oh, hier staat al een hekje. Wie is die er nou weer neergezet dan? Oké. Lol. Lol.
Ik weet nog steeds niet welke nieuwe morgen ik ga kopen. Dat weet ik dus nog steeds niet. Wacht, ik laat mijn paard hier staan. Dan kan hij niet zeggen, geen paard op de dansvloer. Ha ha ha. We proeven van zo'n bedankt van hand in. Wacht even. Oeh, meer hangen. Oké. Is die wel lekker? Ga ik ook over mijn nek. Drink niet te veel. Je wilt toch niet flauw vallen zoals de vorige keer. Ah, kom op, dan kan het niet sneller. Oké. Mijn paard is wel zomaar weggehaald. Nou zeg, mijn plannetje mislukt. Zegt. Daar gaan we, jubie, vliegen, yay. Moeten we weer helemaal daarin rennen? Ach ja. Daar gaan we, rennen, rennen. Oh ja, gisteren. Oh, Lisa was heel. Gisteren, ja, ik moest op het tuscamping omdat het te groot was. Om het in één keer heen en terug te doen. Dus bij de heenweg gingen we ook eens op het tuscamping en gingen we daarna verder naar de echte camping. En op de tuscamping gingen we naar een restaurant even eten, s'avonds. Ja, lekker makkelijk eten, patatjes en zo. En ja, het was allemaal heel mooi en goede service, behalve bij het ijs. We hadden om 8 uur ongeveer hadden we nog een ijsje besteld. Trouwens, de buren waren heel aardig, die ook een nachtje bleven, waren heel aardig. Ja, we hadden om 8 uur ijs besteld. Raad het is. 3 kwartier later. Waar is ons ijs? Nou, dat hebben we niet gehad. Dat is niet gehad. Ze waren ons gewoon helemaal vergeten. Dus dan gingen we klagen van ja, hallo. De andere mensen wouden betalen. Die wilden geen ijsje. Maar we hebben die ook een nachtje leven. Waar we weer gezellig zaten. Kletsen in de restaurant, want die waren ook van plan om daar te eten. Want dat was een Nederlandse camping. In het Duitsland. Maar die hadden dus om de rekening gevraagd. Die kregen ze niet. Dan ging ik nog een keer vragen. Toen zeiden ze, de eerste keer zeiden ze even geduld. En daarna toen hij het voor een tweede keer vroeg, om de rekening. Niet mijn vader, maar die andere mensen dus. Toen zei hij geen geduld. Ik ben echt zo, willen jullie geen geld ontvangen of zo? Willen jullie geen geld verdienen? Dan gaan we weg hoor. En uiteindelijk hebben we wel ons ijsje gekregen. Na nou, heel vaak, moet ik zeggen. Maar ja, het ijsje viel dus best tegen. Ze niet eens, als ze er 3 kwartier over doen en het gewoon vergeten. Dat ik gewoon niet kunnen. Waar moet ik heen dan? Ik kan niet snappen, wacht even hoor. Begin met de voorbereidingen en praten met Vin. Met vinden. Waar zijn die? Oh, rots. Oranje dingen. Hier zou. Of het emmertje. Ja, dat zie ik toch niet. Dat zie ik niet. Ja? Snap je? Dat zie ik niet. Ik ben blind. Oh, moet nog meer wassen. Maar er staat niet eens een emmertje meer. Oké. Okay. Waarom daar op tafel? Ja, weet ik veel. Mag ik weer op mijn paardje? Dankjewel. Oh, zegt. Waarom is het hier zo druk? Ik weer afstappen, serieus. Waarom moet ik telkens afstappen? Oh nee, mijn paard zit in de weg. Mijn paard zit in de weg. Mijn paard zit in de weg. Oh, die tijd gaat snel. Oh, hier ben ik slecht in. Dus nu weet ik wat ik moet doen namelijk. Oh, kom er wel mee, eigenlijk. Oh.
niet meer. Oh, pak het fruit op. Mix het fruit. En nu heel goed schudden. Oh, wauw, wat schud ik goed zeg. Schudden, 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 schudden. Schudden, schudden, schudden. Nou, het was wel lekker rustig. Met alleen mijn paardje. Deel draantjes uit op het strand. Wie? Kan ik dansen? Jee, ik kan dansen. Nu voel ik me cool. Haha, oké, dit ziet er. Ik ga maar een speciale kattenkiksetje aan doen. Kijk. Nee, deze. Oeh, yeah. Wacht, ik zet het geluid even aan. Of wacht, nee, volgens mij heb ik het uitstaan. Maar... ja. Maar ik heb wel mijn computer uitstaan, dus dat heeft geen zin. Nou, dan maar. Hey. Oké. Ik zet het geluid even aan, wacht. Oké, daar ben ik weer. Nou, ga ik even het geluid aanzetten. Daar komt ie hoor. Oh yeah. Nou, voelt me cool. Alleen ik haper wel heel erg, maar dat geeft niet. Ik ga even zeggen, tegen Lisa, dat ik op vakantie. Hey. Oh wauw, die gelijk ben net terug van vakantie. Oh, en als je me hebt gevolgd op Insta, heb ik ook paar foto's staan. Ik op... toen ik op vakantie was. Ja, toen ik op vakantie was, heb ik op Insta ook allemaal foto's gezet. Dus die kan je dan ook zien. Ik zag geluid op zachter, anders hoorde je niet. Oké, we stoppen met dansen. Dat was het voor nu. Luid even uit. Sorry, Raptor, maar anders hoor je me niet meer. Oké, we gaan... oh, hier. Hallo. Zomerdrankje. Heel erg bedankt. Bedankt. Ja. Pff, nou zeg, het hoeft niet hoor. Als je geen drankje wil, dan hoeft het niet. Tss, neem je toch niet aan. Laat ik niet zomaar zeggen hoor. Kijk, die zegt tenminste heel erg bedankt. Niet bedankt, maar bedankt. Ja. Als je mij nou eventjes normaal laat rennen hier, dan gaat mijn paard ook niet op de dansvloer. Zonder zeur en zo. Hé, paarden op de dansvloer. Nou, als mijn paard op de dansvloer wil, dan doet hij dat gewoon. Of je het nou wil of niet. Ja. Ik weet het allemaal wel. Ik ben blij dat ik weer op een oog kan. Ja, want ik ben nogal verslaafd. Oh, oké. Dit waren ze. Nee, ik ben echt gewoon verslaafd. Ja, een beetje heel erg. Maar ik vind het gewoon lol om dat te doen. Ik wil graag een strandbal. Nee, je krijgt een strandbal dus. Ik kan niet zeggen, ik wil graag een strandbal. Oké. Bedankt, ik heb niets nodig. Nou ja. En je hebt vast ook al gezien in mijn account. Er kwamen alleen maar muziekvideo's online. Maar ja, ik kon niet op een solo's vandaar.
dat er alleen maar muziekvideo's online kwamen. Dat paard gekoopt ga ik apart filmen. Dat had ik al gezegd. En deze missie heb ik al op YouTube gezien. Ik wil missie race. Dan ga je hier zo omhoog. En dan ga je hier zo springen. Yay. Plons. En dan moet je in draf. Ja. Kom op, rennen. Rennen. Dankjewel. Ga ik weer de duikplank op. En dan ga je hierheen, zo. Wee. Plons. En dan gaan we nu... hierop. Ik moet wel even goed oprijden, anders gaat het niet. En dan ga ik hier zo... ik moet niet in het water vallen. Ik ga echt niet langzaam hier overheen, dat is niet leuk. Dat is saai. Oeh, nee, waarom doe ik dit? Ik wist dat hij omhoog ging en toch... Oh, snel. Ik ga dit niet halen. Nou, dit wordt hem niet. Nee, dat wordt opnieuw doen. Ach ja. Dan maar opnieuw, hè. Oké, dit deed ik niet expres of zo. Totaal niet expres. Oh, nee, ik haat dit. Waarom? Oh, dat ging de eerste keer zo goed en nou gaat het zo slecht. Oké, nog één keer. Ik wil maar zeggen, die moet toch niet zo moeilijk zijn. Kom op zeg, dit moet niet moeilijk zijn. Oeh, vind ik bijna weer vanaf. Jee, vliegen. Sneller. Ik ga niet van langzaam. Kom op. Wacht, doe even. Dus ja. Dan lijkt het meestal op echt water. Hey, yo. Oh, fijn, ook dat ik mijn hoofd. Ik hoop niet dat ik dat zachtjes praat, vast niet. Hoor me vast wel. Oh, nee. Achter. Piep. Rennen. En nu gaan we naar rechts. Jee, naar rechts. En nog een keer naar rechts. En nu naar links. Ja, goed zo paardje. En kijk. De finish. Spring aan! Joehoe. Sta u nog stil in het water. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Maar goed. Kijk, dat is echt zo cutie. Dat hij die poot zo neerzet. Dat vind ik echt zo lief. Daarom weet ik ook echt een. Ik weet alleen niet welke. Ja, ik zei dat ik die aren ging kopen. Maar toch. Leef Crazy Garden. Die wou dat ik gijs aren ging kopen. Ik vind het niet erg als ik eerst de Morgan koop. Die wil juist dat ik eerst de Morgan koop. Oké, dit waren de missies. Die doe ik wel een andere keer weer. Misschien straks nog een keer. Maar niet slecht. Maar dan klopt de kattenkik zet je niet meer. Oké, nu moeten we naar de boot. Boot. Ah, kijk, ik heb er wel nog muntjes bij. Maar ik moet mijn paarden nog verloren. Kijk maar, niet verzorgd. Oh nee, gaat het dood. Nee, geintje. Kom op, boot. Kom op. Kan het, boot. Verkeerde. Oké, ik kom zo bij je terug als de boot er is. Oké, de boot is er. Waar gaan we heen? En dan ga ik nog even op Insta. Even antwoorden, want heb ik ook gezegd dat ik weer online ben.
eventjes terug aan het worden. Oh. Ik ben hier zo. Die nog even terug antwoorden. Gaat die boot nog of hoe zit dat? Jongen, mijn computer is wel heel slow. Serieus? Nee, waarom? Die boot komt er al aan. Dan ga ik wel met de trailer. Dan is nu namelijk twee boten in elkaar. Dus ja. Dan ga ik maar geld uitgeven, hè? Ja, dan maar geld uitgeven. Ik probeer een beetje een lange let's play te maken. Een beetje lang te praten. Lang. Een beetje niet te snel doen over de missies. Zodat het een lekker langere let's play wordt. Het leukste is 40 of zo, 40 minuten of zo. Waar gaan we heen? Nummers Hoogland. En dan daar de trailer naar Akkers van Jarlo. Was daar? Ja, want daar is de. Zijn de stallen ook. Moet even rennen, maar goed. Daar gaan we hoor. Daar gaan we. Jee. Oké. Moei, springen. En springen. Ja, dat is iemand online. WPR sterft een beetje uit. Kijk maar. 10, 8, 12. 13, 15, 16. Er zitten helemaal 19 mensen in. Dat is echt stom. Nou ja. Ik heb ook heel veel Insta-foto's gemist. Oké. Sorry, ik vind het grappig. Ik ben net terug. Kans. Op naar Johanna. Johannaatje. Kom hier jij. Hi. Leuk. Oh, dat, ik ben net nog een tijdje online. Oh nee. Heel hoort echt zo. Wauw. Stormt. In plaats van stormt. 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 Aha. Ik ben 3 weken weg geweest. Oké. Nee, die wil ik niet. Naar Duitsland. Maar ik ben heel blij dat ik nu weer op steun. Nee, gewoon even zo. Wow. Oké.
Oké, we gaan nu. Paardjes halen. Paardjes, paardjes halen, paardjes. Oeh, verstok. Oh nee, waarom? Stappen. Ik ben moe van. Nou, dat kan die wipking nog niet zijn. Maar het was net wel een kliesje. Oké. Ik ga nu mijn gerbil halen. Even de missie afmaken. Sneller. Ja. Oké, we gaan weer verder met de missies. Ik heb net mijn gerbe opgehaald, dus we gaan nu verder met de missies. Oké. Hi. Hey, ik ben, nou ja, een paar uur terug van vakantie. Oké. Oh ja, het moest hier. Hier. Oké. Moet sowieso afstappen, denk ik. Is dat genoeg? Wacht. Moet ik als eerst doen. Oké. Halsjes zijn wel leuk op zich. Zijn niet de allerlelijkste halsters, dus. Ze hebben allemaal mee. Even kijken. Zo, en dan moet ik nu weer hoeven krabben. Wauw. Die. Worstel. Er ook staat weer in iemand. Zo fijn. Hoeven uitkrabben. Zo. Sta ik weer in iemand. Oké, even wat drinken. Wacht even. Ja. Wat nu? Moet ik gaan zoeken. Oké. Laten we dat maar gaan doen dan, hè? Oh, hij is daar. Iets interessants gevonden. Nee, want hij staat hier. Ik zie hem zo staan. Oh. Ik dacht dat hij hier stond. Omdat het een doos was. Wat is meneer dan hier, mensen? Oké, die meneer heeft een staartje. Of een knotje. Ziet er dus echt niet uit. Meneer heeft een knotje. Dat is wel raar. Ach ja. Oké, hier komen ook racejes. Ik zie niet. Jee. Gaan we racejes doen? Hihi. Ik heb wel racejes doen. De nieuwe racejes. De nieuwe coole racejes. Moet ik. Zijn die paarden ontsnapt? Serieus? Oké, wacht even. Laat maar raden, je moet afstappen.
zijn gewoon die beginnerszadels. Lelijk. Lelijk. Ja. Lelijk. Ik ga even bij het winkeltje kijken. Het ziet er echt uit alsof je een zadel op doet. Nou ja. Oké, even kijken. Oh. Oh, cool. Oh, cool. Zo cool hoor. Welke? Dan denk ik of die, of die. Ik denk deze. Die kost 65. Ik denk dat ik die ga kopen als ik een paardje heb gekocht. Die past bij sommige outfits, denk ik wel. Ik kan alles kopen. Mijn reputatie is ook goed, hè. Ik ben overal neutraal. Jeetje. Oh, dit hoort ook dan echt bij die mandages. Ja, ach, ik ga niets kopen. Ik kan het alleen met stergers kopen. Your shit is te weinig voor. Komt omdat ik mijn paarden moest verzorgen. En dan is in your shit nodig. Oké, daar gaan we. Sorry dat het een beetje aan het delen staat. Het komt gewoon omdat ik net van vakantie ben en dan. Kan ik niet echt zo'n hele goede let's play maken. Maar ja. Straks, als ik de missies klaar heb, ga ik even kijken hoeveel minuten ik gefilmd heb. En dan. Als er nog niet iets van 40 minuten is, dan. Ga ik bijvoorbeeld nog wat anders doen. Ik weet alleen niet wat, maar. Oké, ik ga eventjes. Wat? Oh, die paaltjes neerzetten. Aha, ik snap het. Ik moet die paaltjes neerzetten. Daar een paaltje neerzetten. Oh, dan gaan we die kant op. Oké. Kijk, dan kan ik de race doen, namelijk. Oké, de races doen. Ik kan nu even ineens kijken, want ik ben aan het opnemen. Dat is sorry, de vroeg iemand. Misschien een rare vraag, maar ik ben geen hacker of zo. Ik heb jullie het gezien. Nou, wauw. Gefeliciteerd. Wie nu een applausje? Nou, sorry hier. Kijk, ik heb jullie gezien. Ja, heb ik, maar ik kan nu niet kijken. Skippen, want ik ben aan het op. Nee. Oké. Daar gaan we. Oh, daar moest ik ook in neerzetten. Oeps. Ach ja. Tja. Oh, daarin. Geen idee of mijn moeder hoort, dat was al niet. Maar ze praten het een beetje hard. En anders hoor je mijn moeder. En dan moet ik nog. Oh, hier is er nog een. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Oké. Ik ga straks in Steve staan. Kijken of er fans bij komen. Nee, grapje. Maar ik heb wel gehoord van Brittany. Dat toen ik op vakantie was en zij zat op mijn account. Dat er mensen naartoe kwamen van oh my god, daar ben ik even kijken. En dat er fans naar naartoe kwamen van oh my god. Thank you for rest. Dat vind ik echt leuk. Sorry, ik film hem weer opnieuw, maar mijn moeder kwam binnen. Dus ja, ik weet niet of je het gehoord hebben, maar ik moest snel eventjes op de uitknop van de opneemknop drukken. Ja, de uitknop van de opneemknop. Varkensrace, oh racer, nee, ik kan racen. Daar gaan we hoor, daar gaan we, rennen, rennen, rennen. Oké, ik moet straks naar rechts. Nee. Die petjes gingen naar rechts, jee. Die vlaggen vind ik ook leuk, heb ik gewoon nog allemaal op YouTube gezien en zo. Dus ja.
Gewoon de vlaggen volgen en dan weet je het wel. Pijltjes volgen. Wie? Oh, dit gaat zo goed. Tot nu toe. Oeh, bijna geen mis. Ik wil eens race foutloos doen. Hopelijk lukt dat. Oh, dan moeten we hierheen. Oh nee, moet ik over zo'n hekje springen? Nee, daar moet ik slecht in. Nee. Nee. Oh, laat maar. Oh, dan moeten we hierheen. Ik wil een foutloze race. Dit gaat vast verkeerd. Ja, dacht ik al. Nou, laat mij gewoon een foutloze race. Doet hij natuurlijk weer niet. Nou ja. Ach. Dan maar niet, hè. Dan maar niet. Praat uit sterk. Ik ga de race nog een keer doen. En dan foutloos. Oh, kijk, ik ben bijna voorbij level. Jee. Over de helft van level 17. Oh, yeah. Oeh. Oeh, yeah, yeah. Yeah? Yeah. Nee. Oké, ik hou wel op. Ik hou wel op. Sneller, 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 sneller. Oeh, sneller, 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 sneller. Sneller, sneller, sneller. Sneller. Kom op, ik ken het. Oké. Nu kijken of ik het ook zonder... Oh nee, dit gaat niet. Ik dacht misschien kan ik het ook zonder springen, maar dat... Nee, dat gaat dus niet. Oh fijn, dan val ik hier ook nog. Bij de laatste sprong. Fijn, 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 fijn. Oké, dan gaan we meteen even geld verdienen. Kijk, die is echt... Urban zadels. Oh, zadels vinden. Nou ja, het is wel een lange missie. Dus dat is leuk, leuk. Oh. Het is duidelijk dat het de weg is. Waarom ga ik dan daarheen? Ik snap mezelf ook niet echt, maar goed. Het zal allemaal wel. Oh, wow. Leuk. Serieus, ik heb er nu al één gevonden. Oh, bij elke vindplek. Bij elk oranje stuk ligt er zo'n zadel. Aha, ik snap hem. Daar gaan we. Rennen, 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 rennen. Ondertussen even wat drinken. Oké, nu gaan we weer naar Stijn toe. Oh, ik heb echt zo erg gemist, joh. Echt, het was wel leuk op de vakantie en zo, maar ja, alsnog. Ik mis daar, ze hebben gewoon... oh ja, ja. Heel erg bedankt voor 150 abonnees. Echt, dat is echt heel lief van jullie. Het is zadelzeep. Ja. En ik had echt niet verwacht dat, terwijl ik op vakantie was, dat er dan abonnees bij zouden komen. Dat had ik dus echt niet verwacht. En op Insta had ik het ook al gezegd. En toen zeiden ze van, ja, je hebt het echt verdiend en zo. En ja, allemaal lieve dingen. En dat vind ik allemaal helemaal heel lief. Een speciale zadelzeep. Oké. Oh, moet ik hier? Ik dacht nu die paarden of zo, maar nee. Oh, visade. En dan moet ik dat zeep. Oh. Afstappen, aha. Snap hem. Dan volgend zadel. Oh, 2 van de 12. Helpt nog een keer. Oh, dan moet je weghalen. Aha.
En nu snap ik hem. Nou, weer eventjes schoonmaken. Weghalen en dan die ophangen. Die ophangen. Ja. Even met zeep. En dan opwarmen. En dan ben ik klaar. Klaar, 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 klaar. Mijn tweede account, Julia Turtle Girl. Ja, ik weet niet of ik daar ook die missies heb van Vopenta, van Tim. Ze zeiden volgens mij wel dat het voor Monster Rider is. Weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Dus misschien ga ik hier ook wel een keer gewoon filmen. En ik kan daarop een paard kopen op het account, dus dat ga ik ook een keer doen. En dat ook even filmen. Non-Star Rider, Julia, Turtle Girl, maar... Ja... Partje reden, partje reden, rennen, rennen. Hop, sneller. Serieus, op bezoek helpen om een paard te komen. Oh, help. Geloof je dat het niet gevaarlijk is? Wauw. Hij is toch nog niet klaar? Geloof je dat het niet gevaarlijk is? Oh, wat is dat zadelhoog? Oh. Oh, oh. Wauw. Oh, wauw. Waarom ook heen dan? Neem de toerisme mee op trip naar Jarlaheim en ze. Ja, we staan om zo heen. Daar een beginner lozen. Oké, waar staan ze dan? Daar. Oké, let's go. Aanwijzing geven. En met de rust is het alleen maar zodat iedereen ons kan bijhouden. Oh wauw, dat is meteen in draf. Ga je toch in stap of niet? Komt u maar! Serieus, ze zijn nog sneller dan mij. Mijn paard is level 15. Oké, daar gaan we hoor. Daar gaan we, ritje rijden, yay. Drinken. We doen nog even rustig aan. Ja, oké. Waarheen? Turk. Stik, ik dacht dat we snel moesten. Ik dacht dat ik het ding weer opnieuw moest doen. Heb je zin in? Andere vriend zegt iets. Hoi, heb je hem al? Nee, nog niet. Oh. Ja, maar ze zijn niet zo sloom. Ik dacht dat zij de flinke spoorsprong te creëren. Dat dat goed was, maar nee. En hij viel weer eens uit. Zucht. Daar gaan we. Het paard gaat veel te snel. Ik ga mee. Oké. Dat is één vriend die mee een paard. Mijn paard wil kopen.
Ik denk toch dat het donkerbruin wordt, maar ik vind die ander ook wel leuk, die het Kingland heeft. Niet om erna te apen of zo, maar ik vond het gewoon wel leuk. Dus ik weet niet, ik zit te twijfelen tussen die van Judith Kingland en tussen die van die bruine. Die donkerbruine. Oh, snel, snel, snel. Rotpaarden. Kom op zeg. Kom nog slomer. Nou ga je pees sneller hoor. Sure, jongen. Oh, dat is een deur. Ja, rijden maar. Hoppakee. Sneller. Oh, helemaal. Oh, hierheen. Oh, mijn god. Ik dacht, we rijden gewoon zo'n rondje. En dan is het klaar. Kingland, waar ben je? Je blijft nog even in Jarlheim om de bezoekers rond te leiden. Een tijdje wordt veel tijd gekost. Oeh. Eng. Heb je maar mee omdat je goed kan editen? Ik kan helemaal niet goed editen. Waarom zegt ze dat? Ik kan niet goed editen. Oh, chip, chip, chip. Dus ik wilde wat daarin ringen. Tjoe, jongen, jongen. Daar maak je zo'n hele omweg als je gewoon zo kan. Dat snap ik niet. Waar is die ander? Die ander daar weer. Rij gewoon door. Daar gek van. Ja, rij je maar. Kan er dan niet tegen langzaam. Het laatste kun je zelf de snelheid bepalen. Oh. Ik heb geen idee. Oh, kort over een kwartiertje. Ja, misschien wel. Ik kan niet goed eten. Oh. Hoezo flinke voorsprong? Hallo, ik ben bij ze. Oh, oké. Geen zin om dat nog een keer te doen. Zoek de item. Waarom verlies je die dan ook? Dus doen. Je hebt niets interessant gewonnen. Je hebt niets in. Met werken, anders neem je een paard zonder lyris. Maar. Ik weet het niet. Ze zegt het allemaal in de display. Ze weet niet dat ik aan het filmen ben, maar goed. Ah, hier is iemand wat verloren. Verloren voorwerpen teruggevonden. Jee. Nou. Ik ben niet zo slecht in. Je hebt niets interessant gewonnen. Ik kan niet zo snel reageren omdat ik bezig ben met de missies. I don't know. Ik weet waar die is. Er was nog een andere reis, of niet? Oh, foto maken. Dirk. Nou gaan we maar een foto maken. Oh, maar 3. Gelukkig. Ik heb haar niet als vriend. Nee. Dus hoe kan ik het haar nou vragen? Denkt ze dat ik bevriend ben met haar of zo? Of bevriend? Nee, ben ik niet. Oh. Iets makkelijk. Zo.
Die gaat lekker eten. Ik ga zo ook eten, denk ik. Alleen, oh, wacht, ik denk dat ik Chinees ga eten. Lekker. Denk ik. Denk, als het aan mijn vader ligt, dan gaan we Chinees eten. Die heeft het in Duitsland de hele tijd niet kunnen eten. En die lust toetjes in Duitsland, die lust hij niet. Dus dan gaan we de hele tijd Saroma eten. Het is een soort vanille vla dat je kan maken. En dan als je het op, doe je het in de koelkast. En na een tijdje, als je het er dan uithaalt in een kommetje. Als het in een kommetje. Je doet het in een kommetje in de koelkast. En als je het er dan na een tijdje weer uithaalt, dan kan je het kopje. Of nou ja, schaaltje op de kop houden. En dan valt de vla er niet uit. Dus ja. Jij nog een race. Sorry, ik hoop dat ik geen netwerkfout heb. Zo ja, sorry, ik probeer zo snel mogelijk te. Dan kan ik mee. Oké. Zo. Deze kant op. Wow, mijn beeld ging draaien. Nee, maar dan komt mijn beeld ging draaien. Een gevaarlijke val. Hallo, dat is niet mijn schuld. Die zit er dan ook een hooi banner. Oh, ik ben gewend die kant op te gaan. Wat ben ik weer goed in races vandaag. Oh, wauw. Super de pieper goed. En waarom zegt ze dat ik kan bewerken? Ik kan niet eens goed bewerken. Ja, movie maken, maar dat stelt niks voor. Echt waar, echt helemaal niks. Dus, ja. Yeah. Ik weet niet of ik ga meedoen. Dat zie ik nog wel. Ik heb ook wel Sony Vegas, maar een beetje uitgekoekt werkt. En ik had al eens geprobeerd een nieuwe intro online te zetten dat ik Sony Vegas had gemaakt. Maar hij had maar een paar minuten van de intro dat ik gemaakt had. En ik die gek kan. Ik haal het niet meer. Rot race ook altijd. Nee, ik vind het wel leuk, maar als je race niet kent, dan is het gewoon zo stom eigenlijk. Dus ja, maar dit wordt wel een lange let's play, volgens mij. Gelukkig maar. Maar. Dat is leuker voor jullie, want ik heb ook op Insta beloofd dat ik een lange let's play ging maken. En ja, er waren geen vrienden online, dat had ik al gezegd. Nee, we waren een paar met een paar kopen, dus. Ja, ik heb het niet gevraagd aan hen, maar. Degenen die mee wouden, die waren niet online, dus. Anders had ik daarmee begonnen. Was ik daarmee begonnen, had ik misschien ook Skype gehad als ik daar zin in had. Ik ben terug van vakantie, dus ik weet niet echt of ik zin heb in Skype. Maar morgen denk ik sowieso wel. Maar ik weet niet of ik vandaag er zin in heb. Als ik net terug ben van vakantie. Maar dat snappen jullie wel. Hey, kijk, nou gaat het foutloos. Zo niet te vaak. Niet te vroeg zeggen. Nee, niet te vaak, maar niet te vroeg. Woken. Daarheen. Ja, zo. En dan over de brug. Wauw. Geweldig. En dan. Ga ik niet opnieuw. Dat wordt echt gek. Dit is denk ik de laatste missie. Ik weet niet. Ik denk dat ze het met een race afsluiten, maar dat weet ik niet. Dus dat zie ik nog wel. Maar kijk, wauw. Ik ben al helemaal over de helft van level 17. Perfect. Oh, nog meer missies. Ik dacht dat ik al klaar was. Oh, nu ben ik klaar. Oeh, spannend webshirt krijg ik. Nou ben ik. Ja, dit is al over de 40 minuten, denk ik. Oh, dat is nog best een cool shirtje. Ik vind het nog best wel cool. Maar nu. Dit keer geven ze wel wat coolere shirtjes uit. Vind ik dan. Ik heb die. Nou, ik ga maar even geld dingen kopen voor mijn paarden.
Hoppakee, meteen nummer 300, joh, ik zie niks, maar dat is niet. Op de lol erbij. Oké, paardjes verzorgen en dan ga ik de let's play net afsluiten. Ik weet niet hoe lang die is, volgens mij is die wel lang. Dus, ja. Yeah. 40 minuten is ook wel genoeg, denk ik. Ik moet hem ook nog online zetten, dus ja. En nog allemaal aan elkaar plakken, maar dat lukt allemaal. Ja. Yeah. Dus vorige keer ook gelukt. En met dit internet lukt het helemaal. Shit, ik heb mijn mobiel niet. Ik heb mijn mobiel ergens neergelegd, maar ik weet niet meer waar. Ik kan wel alvast een paardje vakantie sturen. Oef. Denk ik. Nou, ik weet het niet. Eigenlijk. Dat bespreek ik nog even met Brittany. Dat ook voor welke paarden we nodig hebben voor de serie en zo. Dus ja. Mensen die meespelen in de serie moeten sowieso naar GV kunnen. Dus het duurt nog wel voordat die serie, voordat de serie begint. Ik weet niet of ik het ga doen, maar misschien. Ik zou het eigenlijk wel cool vinden. Nou, leuker dan dat, hoe ik het eerst zei. Met, zeg maar, gewoon filmen en dan met movie maken de tekst erin zetten of zo. Maar ik kan niks beloven. Ik heb ook niet echt tekst. Daar spreek ik niet meer van, maar we doen het echt gewoon samen, die serie. Samen met anderen. Leaf Crazy Garden en allemaal anderen. Dus ja. Oké. Als ik mijn paardjes heb verzorgd, dan ga ik de let's play afsluiten. Dus. Dan komt er nog een filmpje online dat ik mijn paard koop. Zeker weten, ik ga het sowieso filmen. Beloof ik je. Oh, chips. Ik vergeet te borstelen. Handig! Ik plak nog wel helemaal. Gewoon. Nou ja, het is niet anders. Het is niet anders. Even verzorgen. Zo. Supernova is ook lekker level 15. Brittany heeft de laatste 500 XP gedaan. Toen ik op vakantie was, vind ik niet erg. Heb ik niks meer te trainen, maar vind ik niet erg. Nee. Ik wil een paardje. Maar ik weet niet welk paardje. Ik zit nog steeds te twijfelen. Of die donkerbruine, of die het Kingland heeft. Op Insta zijn nu de meeste stemmen voor die donkerbruine. Dus misschien koop ik die donkerbruine. Maar dat weet ik niet. Ik moet nog even allemaal kijken. Dus ja. Ik kan sowieso kopen als Brittany online is. Dus ja. Ik ga niet zonder Brittany kopen. Dat is niet leuk namelijk. Het staat ook sterker in zijn gevolg nu. Mocht van de ouders. Ze heeft nu 500 erbij. Ze krijgt later ook 5000. Of die heeft ze al. Ja, ik heb niet echt geld om sterkens te kopen, dus ik ga ook geen sterkens kopen. Maar ik heb nu ook 1100 sterkens en die ga ik straks uitgeven. En dan heb ik weer weinig sterkens, maar dat boeit niet. Oh, fijn. Ik ga denk ik wel een van die nieuwe bandages kopen. Die middelste die ik liet zien bij de Jorkstallen. Die waarschijnlijk. En ja. Supernova heeft nog steeds een roze setje aan. Wauw. Geweldig. Oké, we zijn bijna klaar. Wat moet ik nu nog zeggen? Paardenverzorging is een beetje saai als je niks te vertellen. Nou ja, het was wel echt op sommige dagen gewoon 40 graden. En ik vertel dingen dubbel volgens mij. Maar. En in de auto heb ik me gewoon vermaakt met Donald Duckjes, Tina's. Ja, ik had vroeger een abonnement op Tina.
Nu niet meer. En ook nog met, ja, met mijn computer. Van muziek aanzetten en een spelletje mobiel doen. En, me niet echt heel erg veel bewerkt. En, ik heb zo'n soort tv'tje, zeg maar. Voor in de auto. Zo'n kleintje. En daar kan je dan dvd's in stoppen en dan kan je die kijken. En ik had dus drie dvd's, nou eigenlijk vier dvd's van iCarly. Van oude afleveringen. Dus nu heb ik toen lekker gekeken in de auto. Dat was wel leuk. En ja, weet je ook meteen wat ik keek. Op de televisie, nu niet meer echt, maar. Ja. Is van alles gezegd in plus. Hey, Liv. Hey, klopt het dat angst in het Engels anxiety is? Oh, wat ik vond. Geen idee. Zo, wacht, zoek het even op. Oké, yep, klopt. Oké, ja, oeps. Ik heb het opgezocht, maar ik wist het niet zeker. Oké, nou, mensen, dit was de Let's Play. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie graag bij de volgende Let's Play. Waarschijnlijk dat ik mijn nieuwe morgen ga kopen. En ja. Ik hoop dat jullie blij zijn dat ik weer terug ben ook. Dat. Nou ja, ik zie jullie dan weer bij een volgende Let's Play. Ik kom namelijk weer gewoon lekker online de komende weken. Dus komt helemaal goed. Dan zie ik jullie bij een volgende Let's Play. Doei!